De Nederlandse ambassade heeft voor de tweede keer een perspresentatie gehouden van de twinningsprojecten. De derde twinningfaciliteit Suriname-Nederland is goedgekeurd. In dat kader hebben 6 organisaties afgelopen woensdag hun project gepresenteerd. De projecten vallen onder de sector milieu en ecologie, taal en cultuur. Erlyn Power, projectmanager van Conservation International, ging nader in op het project Trio Guayana Natuurbescherming Zuid-Amerika in ontwikkeling, TWITIS. Volgens haar is de twinning een onderdeel van dit project. Het project houdt in dat 9 Zuid-Surinaamse dorpen op 5 maart 2015 een declaratie hebben ondertekend en daarin hebben aangegeven dat zij hun 7,2 miljoen hectare grondgebied duurzaam willen ontwikkelen. En ze hebben daarvoor zelf een visie opgesteld. Voorafgaand van de declaratie is er een 2-jarig engagementproces geweest. En tijdens het engagementproces hebben de trio en de inheemse gemeenschappen in Zuid-Suriname zich kunnen richten op dit project, maar ze zijn dus voldoende geïnformeerd en bij betrokken. Eunike Alexander Misikaba, ook projectmanager van Conservation International, presenteerde het Matawai Duurzaam Landschapsbeheerprogramma. Dit programma is samen met de Stichting Matawai Fonds en de Nederlandse partner het Koninklijk Instituut ontwikkeld. Alexander Misikaba zegt dat het doel is het opstarten van een natuurlandschap. Het gaat over het Matawai Duurzaam Matawai Landschap van 97.000 hectare bos. Het is een gemeenschapsbos dat is toegekend door de overheid. En u weet vanuit, u weet misschien nog niet, de overheid heeft een gedachte hoe gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. En zij hebben in gedachte dat ze een gemeenschapsbos toekennen aan gemeenschappen. Met het oog dat zij daaruit hun voorzieningen, hun, ze noemen het, middelen van bestaan of livelihood, kunnen genereren. Vanuit Conservation International hebben wij kunnen zien dat gemeenschapsbossen niet het beoogd doel halen. En als je kijkt over naar de ervaring, als je kijkt naar de kaarten, dan vindt de meeste degradatie wel plaats in gemeenschapsbossen. Toen wij vernomen hebben dat Matawai 97.000 hectare omvang heeft, en wel het grootste gemeenschapsbos in Suriname, grenzend aan het grootste natuurreservaat in Suriname, dat is het Centraal Suriname Natuurreservaat, hebben wij niet geschroomd om contact te maken met de gemeenschap om te kijken naar alternatieven. Want we hebben gezien dat meestal de gewoonte is dat men een houtkap doet. En meestal is die houtkap, zijn die houtkapactiviteiten niet voldoen ze niet altijd aan de gewenste normen die gesteld zijn. En we zien ook dat er andere activiteiten de ruimte vinden. Dat is meestal illegale mijnbouw. Wij hebben daarom in contact met de gemeenschap gekeken van hoe kunnen wij komen naar een stukje, naar een alternatief en hoe kunnen wij een ander type van ontwikkeling introduceren met gemeenschapsbossen. Misikaba Alexander gaf tot slot aan dat Conservation International in samenspraak met de lokale gemeenschap wil komen tot een duurzaam beheer en gebruik van het gemeenschapsbos. Dit waren 2 van de 6 goedgekeurde projecten van de sector milieu en ecologie, taal en cultuur van de derde twinningfaciliteit Suriname-Nederland.